Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. De familie Kik gaat op pad om een kerstvlog te maken. En dan is een kerstauto natuurlijk onmisbaar. Wat? Doe even normaal. Dat is toch een schitterende kerstauto? Dat is toch prachtig? Sorry, ik ga echt niet in dat ding zitten. Ja, dan staan we echt voor paal. Nou, oké, dan gaan we met het OV. Oké, prima. Doei. Nee, joh, ze gaan echt met het OV. Terugkomen! Kom terug! Hier, kom, anders pak ik jullie telefoons af! Jingle bells, jingle all the way! Ja, kikkertjes, wij zijn de vlogfamilie. Kik! En vandaag gaan we naar een kerstlunch! Ja, zo leuk, we gaan naar oma. En oma woont alleen en die heeft allerlei lekkere dingen voor ons bereid. En daar gaan wij een leuke vlog over maken. Oma haat vloggen. Ja, Daisy, is gewoon mijn moeder. Die doet gewoon mee, ja? Of ze wil of niet. Net als wij. Oh, Bob, wat hebben jullie weer een goed humeur, zeg. Jongen, laten we het gewoon wel gezellig houden, ja? Ja, lekker vloggen. Echt super gezellig. Ik ga nog liever dood. Laten we nou eindelijk eens een keer gezellig hebben! Het is leuk! Ja! We hebben het leuk met kerst! Merry Christmas, oma! Hallo, lieverd! Jullie gaan toch niet weer de hele tijd vloggen? Ja, natuurlijk wel. Onze volgers die willen gewoon zien hoe wij kerst vieren, natuurlijk. Oh, en Delano. Kom binnen. Hé, hey, wat zijn dit allemaal voor lekkere hapjes? Hey, niet zomaar opeten, dat is het voorgerecht. Oké, dan spieg ik het wel uit. Hij is echt zo gek als een deur. Nou, wij doen dus altijd spelletjes met kerst. En bij dit spel moet je binnen 30 seconden raden wat er op het kaartje staat. Maar je mag geen naam en hoofdletters zo noemen. Ja. Nou, Michael is aan de beurt en ik moet raden. Doe maar, Michael. Oké. Let op. Komt-ie. Ja. Nee, maar even... Nee, ik had hem nog niet, hè? Ja, nou, kom op. Doe dan. 1, 2, go. Ja. Ja. Hier landen vliegtuigen. Bij Amsterdam. Schiphol. Ja, okay, ja. Yes, yeah. Nog vier. Oké, hij is goochelaar. Goochelaar. Van vroeger. Hans Klok. Nee, natuurlijk. Nou, hij is toch niet van vroeger? Oké, okay. ga door, beschrijven. Hij heeft een zoon, die doet ook bij Sepp, doet die programma. En zo bij Sepp, oh god, hoe heet je ook alweer? Nee, ik kom er niet op. Hans is goed, ja, Hans is goed. Hans Wiegel. Nee, ik kom er niet op. Nee, tijd is om. Hans Kassan! Ja, nou, ik probeer het, ik kwam er toch gewoon niet op. Denk daar dan! Nou, we gaan dus nu lekker lunchen en ik wil even tegen jullie zeggen hoe mooi ik het vind dat we hier als familie bij elkaar zijn. En hoe bijzonder ik het vind dat wij ons leven middels onze vlogs kunnen delen met heel Nederland. Want daar doen we het voor, hè? Voor de vlogs, voor jullie, hè? We doen het voor jullie. Komt allen tezamen, jubelen van vreugde. Zo, kijk eens, ik heb een lekker kippetje voor ons allemaal. Hij zegt zo gek als een deur. Eet mij niet op. Kijk, zo'n lekker toetje, hé. Ja. Lekker slagroom. Ja, maar die is niet goed meer, hoor, volgens mij. Serieus? Nee. Hé, ruik jij eens, Delano? Proostie de zomer! Michael gaat zich nu stiekem verkleden als kerstman. En dan gaat hij Daisy en Delano verrassen als kerstman. Ho. Nou, daar gaat hij hoor. Ik zie hem zo beneden. Nou jongens, ben benieuwd of de kerstman nog langskomt vandaag. De kerstman? Ja, je weet maar nooit. Het is tenslotte kerst. Soms komt hij ineens langs. Doe niet zo kinderachtig. Hey, de kerstman Daisy is toch leuk? Vinden onze kijkertjes toch ook leuk? Ho, ho, ho. Wat is dat nou? Ik ben de kerstman. Volgens mij komt het geluid uit de schoorsteen. Zijn hier nog stoute kindertjes? Ja, zeker wel, kerstman. Sorry, volgens mij is het gewoon papa. Wat gebeurt er? Oh, Michael is in de schoorsteen gevallen. Oh, vast. Ga zien, Michael. Hoe laag is dit? Ik kan me niet meer bewegen. Help! De kerstman zit vast in de schoorsteen. Dit is echt goud voor onze vlogs. Dit is zo grappig. Volgens mij kan hij er echt niet meer uit, man. Jawel, Michael. Je kan het er nog wel uit. Michael. Help, het rood.
Nou, kikkertjes, we moesten toch de brandweer bellen. Want kennelijk staat Michael toch echt vast in de schoorsteen. En dan moet de brandweer hem eruit halen. Timman, wat gaan jullie doen? Ja, we pakken de bus naar huis. De kerstlunch is voorbij, toch? Dus jullie willen niet zien hoe papa eruit gehaald wordt? Nee, we geloven wel. Nou, oké, ga maar dan. Kikkertjes, als je dit een leuke video vond, druk dan even op like en abonneer je natuurlijk. We blijven filmen. Ja, ja. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Doei, doei. Vlogmeisje Jaylin viert kerst met haar vader en haar broertje Jordy. Lieverd, omdat het kerst is, wil ik jullie vragen om één keer geen ruzie te maken. Ja, Jordy verpest altijd mijn vlogs. Vraag het maar aan hem. Waarom denk je? Het is omdat jij zo'n irritante influencer bent met 14 volgers. Oh, dit bedoel ik nou. Wees eens lief voor elkaar. Kerst is het feest van verbinding en naastliefde. Jordy, misschien kun je één keer de vlog van Jaylin niet verpesten. Ja. Is goed, maar dan wil ik wel wat extra zakgeld. Ja, ja, dan houden we ons wel in. Nou, als jullie dan geen ruzie maken, heb ik daar best iets voor over. Hoeveel? 30. Nee, 30. 30. Allebei 10 euro extra kerstzakgeld. Hoger ga ik niet. Oké, okay. Is goed. Oh, hier heb ik 20 euro. Dan moeten jullie zelf nog even wisselen en verdelen. Ja. Ik wissel het wel. En dat tientje krijg je echt nee, wel terug, hoor. Nee, Jordy, geef terug. Jordy! Pop! Jaylin, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is kerstmis! Woehoe! Ik ben zo ontzettend dol op kerst. En ik doe dan altijd mijn favoriete trui aan. Woehoe! Dat is deze. Echt een foute kersttrui, toch? Ik ben echt zo crazy. Anyways, omdat het kerst is, wil ik vandaag echt even iets goeds gaan doen. Gewoon een goede daad. Dus ik heb een onwijs goed idee. Er zit hier dichtbij op het station namelijk een dakloze meneer. En die wil ik gaan vragen of die misschien mee wil naar huis, zodat ik hem een lekker bordje eten kan geven en een kerstcadeautje. Goed idee, toch? Kijk, daar zit hij. Hallo, dakloze meneer. Mag ik u iets vragen? Omdat het kerst is, vroeg ik me af, heeft u misschien trek in een lekkere maaltijd? Ja, eigenlijk wel. Zou u dan misschien even met me mee willen lopen? Oh ja, dat is goed. Kom. Word ik dan ook gefilmd? Ja, juist, voor mijn vlog. Maar u kunt gewoon doen alsof de camera er niet is, hoor. Kijk, dit is mijn huis. Kom maar mee naar binnen. Kijk eens, meneer. Twee lekkere kerstpastijtjes, een glaasje sinaasappelsap, zelf geperst. En een stukje kerststol erbij, alstublieft. Dank je wel. Nou, geen dank, hoor. Eet het maar lekker op. Echt zo leuk om te zien, dit. Zo'n dakloze meneer die met kerst dan toch heel even echt gelukkig is. Het voelt zo goed. Kijk hem nou smikkelen. Ah. Was het lekker? Oh, het was heerlijk. En dan heb ik nu nog voor u een kerstcadeautje. Oh. Alsjeblieft. Nou, ik word wel verwend, zeg. Ja, Merry Christmas. Huh? Wat is dit? Dit is een warmtekussen. Dan hoeft u het nooit meer koud te hebben op straat. Ik moet het alleen af en toe even opladen met een USB-snoer. Oh, dat is geweldig. Hoe kan ik je bedanken? Het is voor mij genoeg om te weten dat ik de wereld vandaag een klein beetje beter heb gemaakt. Ik bedoel, als ik zie hoe blij u bent, dat raakt me gewoon. En dan besef ik me weer hoe fijn het is om iets te kunnen geven. Sorry hoor. Ik ontroer mezelf gewoon. Kijk, een zwerver. Jordy, rot op. Huh? Oh, het is gewoon papa. Jordy, jij verpest het. Ik haat je. Jongens, geen ruzie maken. Jaylin, dit voelt toch ook voor mij niet goed, dit, hoor. Pap, je zou meedoen. Ja, met een toneelstukje. Ik wist niet dat je ging doen alsof ik een echte bedelaar ben. Wat maakt dat nou uit? Nou, je houdt mensen een beetje voor de gek met dat eten en dat cadeau. Oh, dit cadeau? Jordy. Het kussen van mama. Geef terug, rotjoch. Ik haat jou zo erg. Jaylin, kun je niet gewoon een kerstliedje zingen voor je vlog? Pap, bemoei je er niet mee. Het was echt perfect. Waarom verpest iedereen altijd alles? Het is kerstavond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg hun nieuwe kerstvlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, fijne kerst
en vlog zacht.